De gemeente die is op dit moment aan het bekijken hoe het is met instortingsgevaar. Als ik al zei, een felle uitslaande brand. Nou, die tast natuurlijk alles aan, de fundering en dat soort dingen. Dus we zijn nu druk bezig en vermoedelijk moet er nu gestut en geschoord worden voordat we dus echt naar binnen kunnen om de brand goed aan te pakken.